Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Welkom bij een nieuwe vlog. Nou, we zijn even samen onderweg. En het voelt een beetje als een uitje. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Welkom bij een nieuwe vlog. Zoals altijd staat hier Tom weer om me heen te dansen om aandacht. Dus ondertussen sta ik die te aaien. Ik ga sinds een hele tijd weer eventjes naar de Action. Daar heb ik wat spulletjes nodig. Kijken of het te doen is. Als het te druk is, ga ik gewoon niet. Dan stel ik het gewoon weer uit. Wat boodschappen, as usual. Wilco is aan het werk tijdens bij zijn moeder, dus ik ben alleen. Ik heb tot 12 uur op bed gelegen. Ik merk gewoon dat ik de ochtend gewoon heel slecht kan opstaan. Doet er maar mee. En ik ben alleen, hè. Dus als ik straks even weg ben geweest, kan ik ook gewoon weer naar bed als ik wil. Dan hoef ik me niet schuldig te voelen, want dat heb ik dan ook nog wel eens. Dat ik dan, als de mannen thuis zijn, het vervelend vind dat ik en iets heb gedaan en naar bed ga. Terwijl het ook gezellig is als we gewoon bij elkaar zijn. Dus dat schuldgevoel scheelt me vandaag weer. Dus leuk dat je weer kijkt. Hebben jullie ook van die mannen die thuiskomen en alles op tafel zetten? Hun tas, hun sleutels, papieren, post. En dan na een paar dagen is de hele tafel weer vol. Daar heb ik zo'n hekel aan gedaan. Nu zijn ze er niet. Dus alles is weer opgeruimd. En nu kijken hoe lang de tafel leeg blijft. Ik ben terug. En voorlopig ga ik niet meer. Die mensen kunnen zo onvriendelijk zijn tegen elkaar. Ik zag zelfs iemand had een puzzel. En de andere mevrouw wilde hem ook. Die had dus die op. En ging die ene mevrouw hem later uit het mandje van de andere mevrouw halen toen ze niet keek. Nou, dat vind ik echt zo zielig. Dus, daar ga ik even niet naartoe. Wat ik heb gehaald, een zeef. Die van ons ligt nu bij de jacuzzi om de blaadjes eruit te halen. Dus deze weer voor de groenten. Een nieuwe car kit voor de auto. Want de houder was kapot. Die was van de raam af, het raam af gegaan. Dat is niet handig. Zipzakjes, grote. Schoonmaakmiddel. Pak lint. Lekker voor bij de thee. Dat was hem al. De rest is van de ethos. Ik heb gehaald. Dus anders zijn uitgelaten. Hier heb ik gegeten en ik ga lekker zitten. Een van mijn lievelingsquotes is: maak van elke dag je lievelingsdag. En dat doe ik vandaag door een paar zonnestralen op te pikken. Met een van mijn lievelingsdrankjes. Heerlijk in de tuin, met de honden. Zorg dat jij ook van elke dag je lievelingsdag maakt. Ik heb geen zin om uitgebreid te koken. Daar ben ik gewoon te moe voor. Ik heb niet gerust net. Ik heb buiten op de bank gezeten. Maar niet geslapen. Dus ik heb gewoon geen energie om lang hier in de keuken te staan. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon alles op een overplaat gedaan. Gekruid kippetje, aardappelblokjes en zoete puntpaprika met geitenkaas en honing. En heb ik toch een maaltijdje, niet geweldig gezond, maar wel oké. Dus dat ga ik zo in de oven schuiven en dan over weer 20 minuutjes heb ik lekker eten. Muisje, dan komt het zo uit de oven. Dus ik ga lekker eten. Het is 8 uur en ik ga de honden uitlaten en ik ga naar bed. Ik ben moe, het is op, dus wel trots en tot morgen. Goedemiddag, het is zondagmiddag en ik zou de hele dag kunnen slapen. Dat is iets niet oké. Ik slaap normaal zelden en nu kan ik alleen maar slapen. Dus ik ben er toch maar uitgekomen. En niet dat ik veel ga doen, ik ben gewoon thuis. Ik ga gewoon bang hangen. Ik ben er in ieder geval wel uit. Het is zondag en wij gaan even wat firmakjes ophalen. En het is weer lekker warm aan het worden, dus lang leven de jurkjes. Nou, we zijn even samen onderweg. En het voelt een beetje als een uitje. Zeker waar we allemaal dingen zien waar we echt nooit komen. Dus even leuk op pad samen. Nou, en deze hebben we opgehaald. Ik kocht die grote in de Efteling toen ik met de meiden daar was voor 9 euro. En dit setje heb ik op Marktplaats voor 10 euro opgehaald. Met kaartjes nog aan en prijsjes nog op. Dus dat is een hele mooie deal. Ik zet mezelf gigantisch in de weg vandaag. Muis!
En ik zeg altijd wel muis, maar hij hoort me helemaal niet. Dus dat is helemaal dom. Dus ik had ook geen zin om te koken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb allemaal groenten op de overplaat gelegd. Vegetarische balletjes. En wij gaan dit eten. Dit gebeurt er als muis achterstevoren van zijn etensbak wegloopt. Kijk. Ik doe opruimen. Morgen, het is maandagochtend. Het zonnetje schijnt. Wij zitten even zo. Mijn fiets is aan het opladen. Wilco en ik gaan zo lekker fietsen. Even genieten van het zonnetje. Als het staat, het rijdt, zitten we in de polder. Dus dat is lekker rustig. En verder ga ik heerlijk genieten van het zonnetje. Ja, ik hoop jij ook. We zijn weer thuis. Nou, ook ik ga dus over mijn grens hoor. We zouden een uurtje gaan en dan weten we ook nog weggetje zo, een weggetje zo en een weggetje zo. En dan ben ik gewoon veel te flyer bezig. En we zouden ook volgende keer moeten gewoon onderweg gaan picknicken of zo. Ergens halfwege gaan zitten, een half uurtje en even niks. Want ik ben nu echt wel gesloopt. Want het is zonde. Dan kan ik de laatste kilometers merk ik dat, dat ik zo moe word dat ik niet meer alles goed kan registreren. Dus dan wordt het eigenlijk gewoon gevaarlijk. Dus dan is het goed dat ik samen met Wilco fiets, dat hij oplet. Want anders, ja, weet je, kunnen er ongelukken gebeuren. Dat is het niet waard. Dus, maar we zijn weer thuis. Ik ga uitrusten. Over een week of drie wordt de tuin gedaan. We krijgen nieuwe tegels, nieuwe indeling. Dit is eigenlijk nog van de oude bewoners. We wonen nu al 16 jaar. Kijk. En Wilco die is alvast begonnen met struiken eruit te halen, want het gaat veranderen. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. De zon schijnt weer lekker. Ik ga zo even spullen halen voor pannenkoeken. Ga lekker eten vanavond. Ik denk dat Wilco nog even weer wat dingen in de tuin eruit gaat halen alvast. Voor als de tuin veranderd wordt. Maar ik ga lekker genieten. Ik heb gisteren natuurlijk ver gefietst, dus vandaag is het lekker rustig. Of in de hangmat of in de bank. Maar gewoon lekker. Met Koningsdag grepen we mis, maar bevrijdingsdag hebben we lekkers bij de koffie. De tuin ziet er nu inmiddels zo uit. Hier hebben altijd rozen gestaan, is leeg. Hier heeft Wilco al eruit gehaald. Daar is het leeg, die moet er nog uit. Daar stond heel hard toe. De India moet eruit, is eruit. Deze moet er nog uit. En dan dat langs gaat ook weg. Ik lees lekker een boekje in de tuin en Wilco die luistert een muziekje. En Wilco maakt lekker pannenkoeken voor ons. Ik ben zo moe en ik heb het zo koud dat ik dacht, weet je wat, ik ga lekker in de jacuzzi zitten. Dus dat ga ik nu alvast om 7:30 lekker doen. Nou, het is heel handig is, ik loop nu een tunneltje. En dat tunneltje is verbinding tussen daar mijn straat naar daar de garage. Dus het is lekker dichtbij. En wat ook nog grappig is, het is een oud leerling van me. En dat vind ik nog steeds vreemd, maar ik heb natuurlijk 21 jaar geleden mijn eerste eigen klas gekregen. Ja, en die gasten zijn ook groot. Dus dat is gewoon een gewassen vent. En die staat gewoon mijn auto te doen. Dat blijft bijzonder. Dus, maar ik ben er bijna, dus ideaal. Ja, want daar is dan mijn huis. En daar is de garage. Dit. Nou, je weet wanneer je moe bent als je je bikinibroekje probeert aan te trekken. 5 minuten lang als bovenstukje. Dan weet ik dat ik even moet gaan zitten dat deze klaar is. Dus dat doe ik. Ik heb lekker drinken erbij en een boekje. Even risks. Even niks. Het is 4 uur geweest en ik ben naar bed gegaan. Knalhard. Laatst dacht ik dus, smiddags in bed, dacht ik, oh, het is hier lekker donker. Toen ging ik op mijn zij liggen, toen bleek dat ik mijn zonnebril nog op had. Dat is het teken dat ik moe ben. Gisteren ben ik niet gaan liggen tussen de middag of 's avonds. Ik ben gewoon moe. Ik ga me gewoon dingen, gekke dingen zeggen.
Gisteren heb ik het niet gedaan. En daar heb ik s'avonds zo'n last van gehad. Dat ik al heel vroeg in de jacuzzi zat en in bed lag. Want dan hou ik het gewoon niet meer vol de avond. En vanavond komen er ook mensen van Marktplaats. Dus dan kan ik niet zomaar naar bed gaan. Dus dat moet ik doen. Maar ik ben ook gewoon echt heel moe. Dus het is gewoon verstandig. Ik wil eigenlijk het zonnetje lezen. Maar het lukt niet. Dus ik ben met deze friemel. Lekker naar bed. Dan ga ik even hopelijk even slapen. Nou, niet geslapen. Ik voel me nog rotter dan toen ik erin ging. Dus dat is fijn. Maar ik ga makkelijk eten. Gewoon Turkse pizza's eten. Dus dat is een makkie. Goedemorgen, het is donderdagochtend. Wilco is weer uit de dienst. Gezellig. Niks op het programma. Beetje uitrusten. Ik heb plaknacht gehad, dus dat was geen pretje. Ik denk wel een beetje in de tuin gaan rommelen en gewoon lekker relaxen. En Wilco is weer lekker bezig met een... weet je het ook weer? Bananenbrood, ja. En nu op de oude manier. Die vind ik ook heel lekker. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik wil ook even om Sessa uit bed gehaald. Dat heb ik nog geprobeerd te koken. Ik wil ook even geholpen, maar... Ik weet niet of je het kan zien, maar ik ben zo moe en ik voel me echt niet lekker naar verwacht. Dus we hebben gegeten en ik ga een beetje in en hoop ik op morgen een nieuwe dag. Dus wel trust en tot morgen. Goedemorgen, het is vrijdag en ik zit lekker op de bank. Buiten, daar ligt er een. Tom is hier. Ik ga eerst even ontbijten en dan moet ik medicatie halen bij de apotheek. En wat bij de Jumbo en dat is eigenlijk de dag. Ik zit buiten de video te editen met een lekker stukje bananenbrood wat Wilco gisteren gemaakt heeft. Dus ik ga de vlog afsluiten. Vergeet je niet te abonneren, maak je me heel blij mee, doe een duimpje omhoog. En tot volgende week. Doei!